Welkom op de beurs Transport & Logistics Antwerp. Welkom in deze live studio over automatisering. Automatisering in de logistiek is in forse opgang. En wij hebben 3 experten om daarover te praten. Erik van den Bussen, oprichter en CEO van het logistiek consultancybedrijf Logflow. Hartelijk welkom, Erik. Sven Amerijks, je bent commercieel directeur Benelux van Rekkenbouwer Stow. En waarom ben je hierbij? Omdat Stow onlangs een Duits robotica bedrijf, Razor Logistics, heeft overgenomen. En jullie hebben daar plannen mee. Daar gaan we het straks meer over hebben. Goedemiddag. Dan hebben wij ook Bruno Verlinden. Bruno is commercieel directeur bij ID Logistics Benelux. En ID Logistics is een Frans logistiek bedrijf dat heel veel aandacht schenkt aan nieuwe technologieën en die ook implementeert. Om meteen met de deur in huis te vallen, 2021 lijkt wel een scharnierjaar te zijn qua automatisering in de logistiek. Er zijn ik weet niet hoeveel projecten die ineens live zijn gegaan, maar misschien is dat een vertekend beeld. Heb ik het mis, Erik? Ik denk dat dat inderdaad een vertekend beeld is dat u heeft. Wij ondervinden dat eigenlijk al vele jaren dat automatisatie in de lift zit en dat het toepassingsgebied van de automatisatie altijd maar aan het uitbreiden is. Ik denk dat de fenomeen dat je nu ziet eigenlijk al een paar jaar zijn oorsprong heeft. En ik denk dat daar e-commerce bijvoorbeeld veel mee te maken heeft. Op een bepaald moment is de echte doorbraak van de e-commerce gebeurd. Dat heeft een echte technologische revolutie in gang gezet. Met heel veel nieuwe technieken, heel veel wendbare technieken. Het zorgt ervoor dat men vlugger kan starten met automatisatie, omdat het, laten we zeggen, een lager schaal heeft naar kapitaalsinvestering. En dat is eigenlijk, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat heel veel bedrijven zijn beginnen nadenken over automatisatie. Maar zitten wij niet in een fase van versnelling van die evolutie? Absoluut, hè, omdat wij elke dag natuurlijk nieuwe fenomenen, nieuwe randvoorwaarden krijgen en nieuwe markteisen. Hè. Natuurlijk, als je vandaag kijkt, de enorme personeelstekorten dat er zijn, geven opnieuw een enorme duw richting automatisatie. Mm-hmm. Maar als u zegt, het fenomeen, het is niet van daaruit ontstaan. Het versnelt enkel door het element personeelstekort. Maar wie is vandaag niet bezig met digitalisatie? Hoeveel seminars gaan er wekelijks niet door over artificiële intelligentie? We zitten gewoon in logistiek 4.0. En dat is het tijdperk. En dat gaat enkel maar voor zorgen dat op alle gebieden automatisatie de kern wordt. Hè. Is dat ook bij jullie het geval, Bruno? Jullie hebben, dacht ik, in Willebroek een distributiecentrum geopend of heringericht zodanig dat het geautomatiseerd werd. Kun je daar meer over vertellen? Ja, dus ID Logistics is een logistieke dienstverlener met 340 distributiecentra. Sinds het oprichting 20 jaar geleden, want we bestaan nu 20 jaar, is er altijd, omdat de focus op warehousing ligt, veel aandacht aan innovatie gegaan. Ja. Maar ik ben het helemaal eens, ja, dat de dossiers veranderen en de mogelijkheden zijn gewoon veel groter geworden om op kortere tijd, met hoger rendement en in veel meer toepassingen, automatisering toe te passen dan 10 jaar geleden. Desalniettemin heeft ID Logistics altijd zijn best gedaan om voorloper te zijn. En bijvoorbeeld een van de eerste toepassingen van voice picking, nu is dat heel gebruikelijk, is door ID Logistics gedaan. En zo zijn er constante evoluties en je hebt de evoluties in de markt die dat allemaal ondersteunen. Wij zijn voor 40% afhankelijk van retailers, onze klanten. 25% is e-commerce. Dat hadden wij 10 jaar geleden niet gedacht. Maar dus het is vooral in die domeinen waar dat je dus hoge intensiteit van behandelingen hebt. Ja.
vooral in verpakking en in picking, dat de mogelijkheden veel groter zijn geworden. En wij hebben die inderdaad bijvoorbeeld voor een bedrijf als Maxeda, het moederbedrijf van Brico, in Willebroek toegepast met zo'n goods-to-man systeem, waarbij dat dus de shelves gebracht worden naar de operator en dat de operator zich niet meer moet verplaatsen en dat je dus de menselijke component van de arbeid door drie kunt delen. Ja. Dat maakt wel dat je natuurlijk een beetje zeker moet zijn van wat is mijn toekomstig profiel. Want een van de risico's is toch nog altijd dat je, als je iets automatiseert, dan moet je er een beetje een payback van krijgen. En dat is dan als je onwetend bent of je durft het risico totaal niet nemen of er is onzekerheid in de toekomst, dan is het veel moeilijker dan als je zegt van ik ken mijn business redelijk goed. Dus dat is een heel... De afweging is gewoon veel makkelijker geworden om met overtuiging in heel veel meer domeinen automatisering toe te passen. En wij doen dat nu constant. Dus het is zeer zelden dat we nog een dossier indienen zonder innovatieve technieken nu, die onder automatisering vallen. Die logistiek 4.0, die stroomversnelling, die brengt toch uitdagingen mee voor een bedrijf dat stellingen bouwt. In die zin dat het magazijn anders moet ingericht worden of soms helemaal geen rekken nodig heeft, zoals met een goods-to-person systeem zoals bij ID Logistics. Dat klopt. Het brengt voor ons zeer zeker uitdagingen mee. Gaan er geen stellingen meer nodig zijn? Dat is zeker niet het geval. Maar je hebt natuurlijk allerlei soorten automatisaties tegenwoordig. En ik moet me aansluiten bij wat zowel Erik als wat Bruno zegt. Die evolutie is zeer snel gegaan, plots. En wij zijn ook op heel korte tijd moeten evolueren van een rekkenbouwer naar eigenlijk een system provider die geautomatiseerde installaties aanlevert aan eindklanten en aan integratoren. Een micro een beetje dichter. Ah, excuseer. Zo beter? Ja. Ja, excuseer. Nee, dus wij zijn eigenlijk op heel korte tijd moeten... Ja, u heeft het zelf ook gezegd en Erik ook. Hè, het is in een stroomversnelling gekomen. Wij als Stoo zijn ook moeten evolueren om daarin mee te gaan. De tijd dat wij enkel stalen rekken leveren, die is voorbij. En merken jullie dat mensen die een nieuw magazijn willen bouwen effectief vragen om meer automatisering in te voeren? Al dan niet in goods to person, hè, want ook conventionele automatisering kan. Maar brengt dat bepaalde moeilijkheden met zich mee voor hun, voor jullie of niet? Dat brengt vooral een uitdaging met zich mee. In die zin dat wij, als je in richting van automatisatie uitgaat als een firma als Stoo zijnde, dan heb je ook andere profielen nodig. Je hebt mensen nodig die één weten waarover ze praten, die ook een ervaring hebben in de automatisatie. En vooral ook, vroeger leverden wij rekken af en de klant kon ze beginnen vullen en de kous was af daarmee. Maar nu zit je in een, moeten we commissioning doen van rekken, afstemmen met andere systemen, rollenbanen, conveyors, liften, noem maar op. En dat brengt mee dat wij ook ons personeelsbestand compleet moeten uitbreiden. En ook nu, vandaar ook de eerder genoemde overname en de oprichting van de Stoo Robotics als echt een op zichzelf staande afdeling. Nu over personeel gesproken, in hoeverre speelt het personeelstekort een rol in die versnelling van de automatisering? Is dat de belangrijkste factor of is dat een belangrijke factor? Ik denk dat het een belangrijke factor is. Maar als het... Wij merken in de dossiers waar dat wij gevraagd worden, dat toch vaak niet de bepalende factor is. Veel bedrijven gaan eerder vanuit gaan kijken. Wij hebben vandaag ons personeelsbestand. We zouden graag verder groeien. Hè, want vaak hebben we te doen met groeibedrijven, ook bedrijven die durven investeren. En die komen dan vooral af met het verhaal van... we zouden graag groeien, maar zonder verder personeelsuitbreiding. Dus kunnen wij het waarmaken, al onze ambities en plannen en dromen, met ons huidig personeel? En hoe kunnen we dan zorgen dat we dat op een veel meer competitieve manier kunnen doen? Het heeft dus ook te maken met competitiviteit van een bedrijf. U positioneren zodanig dat je effectief markt kunt verwerven,
dat je aan al de markteisen kunt voldoen. Reactiviteit, snelheid van uitlevering, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit van de hele operatie. Want automatisatie is niet alleen operationele kost vermijden. Automatiseren wil ook zeggen dat je kwalitatief beter gaat werken. Dat je betrouwbare stocks hebt, dat je betrouwbare levertijd hebt. Die elementen zijn voor, volgens mij vaak veel belangrijker dan puur de operationele saving dat je kunt maken. Natuurlijk, veel is afhankelijk, zoals Bruno zegt, in welke omgeving ben je actief. Nee, dus, maar de reden van automatisatie en het kiezen is al reeds de hele tijd aan de gang. En dat heeft eigenlijk volgens mij vaak andere in insteken dan puur operationele kostsaving. Misschien, Bruno, kun je daar dieper op ingaan? Ja, ik ben het opnieuw helemaal eens met wat hier wordt gezegd. Ja. Ik denk dat die automatisering gebaseerd is op het objectief evalueren van mogelijkheden. Ja. En zelfs als de mensen beschikbaar zijn, ja, dan is het nog niet zinvol om 10 mensen te zetten waar je een duidelijke business case hebt voor heel veel redenen die anders kunnen zijn dan kosten om het op een andere en betere manier te doen. Nu is het op het ogenblik wel zo dat er inderdaad fenomenen in de markt zijn die maken dat mensen zeggen van, oh, ik ben toch wel blij dat er die automatisering eraan komt, omdat ik toch problemen heb. En aan de andere kant is het ook wel zo dat in veel bedrijven de strategie, het overdenken van, laten we zeggen, softfactoren die maken dat een automatisering gebeurt of niet, dat die aan het veranderen is. En ik spreek dan bijvoorbeeld over langdurige engagementen. Op wat voor een duur evalueer je een commitment dat je geeft om een oplossing te bouwen? Er is een tijd geweest dat contracten typisch 3 jaar waren. Of dat die, ik spreek nu over mijn logistieke dienstverleningssector. Ja, en dat men zelfs duwde naar contracten van 1 jaar of 2 jaar enzovoort. Terwijl dat wij nu zien dat contracten van 7 jaar, van 10 jaar enzovoort, dat die worden aanvaard. En gewoon om mogelijk te maken dat er wordt gewerkt aan sustainability, ja, dat er wordt gewerkt aan, laat ons zeggen, slim omgaan met je personeel. Bijvoorbeeld, we hebben een grote klant, Nespresso, die hebben wereldwijd heel veel operaties om picking te doen van hun coffee sleeves. Ja. Die realiseren zich, hè, wij doen die mensen hun logistieke dienstverlening in de Verenigde Staten. Daar zou je 100 mensen moeten hebben om allemaal die dingetjes manueel te doen. En ze merken dat ze niet meer op kunnen rekenen, dat ze die mensen maar gemakkelijk kunnen krijgen. En ze willen daar dus minder afhankelijk van zijn. En je kunt bijvoorbeeld fluctuaties, de ene dag heb je wat minder capaciteit nodig dan de andere, maar als dat geautomatiseerd is, dan kan dat ding dat zonder te veel complicaties. Dus er zijn heel veel redenen die maken dat ook in de corporate hoofdkwartieren men anders kijkt en men minder zo zegt van ja, maar we willen flexibiliteit en een contract van 3 jaar is de max. Wij hebben veel meer mogelijkheden om de beste oplossing te kiezen. Zou de prijsvermindering die optreedt in de automatisering, zou die ertoe kunnen leiden dat die contracten weer terug in de tijd verkorten? In mijn opinie, wat wij typisch doen is, wij bekijken iets en wij schrijven dat af over een looptijd, ja, die eigenlijk de economische levensduur reflecteert. Ja. Dus als een automatisering volgens ons 7 jaar kan functioneren, dan zullen wij die afschrijven over 7 jaar. En ik denk dat wij dat op die manier altijd gaan blijven doen. En dat de mensen die logica mee volgen en dan zeggen, oké, wij stappen mee in dat verhaal. Hoe dat ze dan de logistiek daaraan gekoppeld zien. Soms maken wij een verschil tussen de loopduur van het gebouw of de loopduur van de automatisering, de loopduur van het logistiek contract. Daar moet je allemaal mee spelen. Dat is allemaal commercials. Maar de business case wordt gebouwd op, laat ons zeggen, goede economische evaluatie van de verschillende elementen zonder dat er grote psychologische complicaties zijn over ja, maar we willen maar op 3 jaar, het mag geen een dag langer duren. Dat is weg. Om even terug te komen op de impact op het personeel. Uw CEO, Jos de Vuist, die heeft een zeer boude uitspraak gedaan. Die heeft gezegd, binnenkort zijn er magazijnen waar dat er zero personeel in actief is. Is dat denkbaar? Is dat doenbaar? Is dat wenselijk? Wat denkt u ervan? Onze CEO heeft inderdaad die uitspraak gedaan. En ja, oké. Dat is inderdaad een boude uitspraak, maar die wel wat nuance vraagt. We zien wel dat er nu veel meer zaken geautomatiseerd worden, waarvan men 5 jaar geleden dacht dat het ook niet ging geautomatiseerd zijn. Bijvoorbeeld logistieke dienstverleners, tot voor 10 jaar
ja, waren dat geen bedrijven die ja, over langere contracten konden spreken, zoals Bruno aangeeft. Nu zien we dat daar ook een evolutie in is. Gaat er 100% van de mensen eruit gaan, dat wordt wel heel straf. Maar we zien nu wel al heel veel bedrijven die, ja, die Sven, daar nog maar heel beperkt Erik, in zijn. Sven, ik weet niet wat jouw CEO juist gezegd heeft, maar als hij gezegd heeft dat er warehouses zullen zijn zonder mensen, dan treed ik daarbij. Ik denk dat die er ook al zijn bijna. Allee, er zullen altijd wel mensen het onderhoud en zo verder doen, maar zonder echt logistieke operatoren voor bepaalde... Je kunt een warehouse hebben, palet in, palet uit, ja, waarbij dat je vrachtwagens volledig automatisch lost. Die gaan in de hoogbouw en die komen er volledig automatisch uit. En er moet iemand ja nog juist de vracht... Dus dat bestaat wel. Hoe ver dat gaat, er zijn allerlei... Het hangt altijd van wat is de mix van de business. Maar het is wel zo dat er zorgvuldig wordt omgegaan, afhankelijk van in welke markt in het land. En je kunt je voorstellen, in China kost de mens iets minder dan in Nederland of België. Ja. En dan maak je andere afwegingen. Erik, wat denk je ervan? Vandaag bestaat het al, dus het is zeker dus geen bote uitspraak. De kwestie is alleen, wat is de complexiteit van de operatie, waarin dat je dat kunt doorvoeren, en wat is de kapitaalskracht voor dat bedrijf om dat te gaan doorvoeren. Maar het bestaat vandaag reeds. Ik wil wel zeggen tegen Bruno, pas op, logistiek is niet enkel dienstverleners. Hè. Je hebt ook productiebedrijven. En als je dan kijkt wat er in Vlaanderen zich afspeelt in de maakindustrie nog, wat dat ook de magazijnwereld moet verbonden worden met de productie, daar zijn bijvoorbeeld enorme veranderingen op til. Als je kijkt naar de innovatie die ontstaan is door de systemen, waarbij de shuttle-techniek bijvoorbeeld, de shuttle-techniek blijft niet meer in zijn magazijn. De shuttle-techniek vandaag gaan buiten het magazijn en gaan naar productiezaken gaan toebrengen, gaan zaken gaan ophalen uit productie en gaan dat automatisch gaan storen in het magazijn. Dat zijn enorme belangrijke tendensen om te komen tot de factory of the future, waarbij dat we eigenlijk zien dat de nieuwe innovaties een enorme impact hebben op de totale personeelstewerkstelling, niet enkel in langs de kant magazijn, maar ook langs de kant productie. Dus we gaan naar een nieuw tijdperk waar volgens mij... Ja, warehousing, dat wordt productie. Dat wordt geautomatiseerd. Dat betekent dat we straks gaan praten over de uptime van een magazijn. Net zoals je praat over 5S in productie, ga je straks ook praten over uw magazijn. Hoe gaan we dat live houden? Hoe gaan we zorgen dat al die machines blijven draaien? Hoe gaan we dat parametriseren? En dat wordt dus een heel andere omgeving. En dat is een enorme kentering die gaat komen in de komende jaren. En dat wordt een van de belangrijkste uitdagingen. Want we komen uit een magazijnwereld waar toch nog heel veel manueel arbeid moest gebeuren. En we moeten dan nu omschakelen naar supervisors die kunnen omgaan met machines. We moeten omgaan naar technisch personeel die die machines kunnen onderhouden. En we gaan links krijgen tussen productie en distributie. En in welke sectoren zal die omschakeling eerst gebeuren, denk je? Is dat... Meer in het pikken of in het gewoon conventioneel opslaan of in welke sector? Dat zal gebeuren volgens mij naar elke sector toe, maar natuurlijk heb je altijd leaders in de gang. Hè? En dat als je naar Barco's kijkt en dat soort bedrijven, Van Hoeken bijvoorbeeld, waar we vandaag mee bezig zijn, dat zijn bedrijven die onmiddellijk in die richting denken. En waar het nieuwe concept dat we gaan opzetten voor het magazijn, eigenlijk een gelinkt concept is volledig met de productiebevoorrading en productieafvoer. Een magazijntechniek krijgt ook een hele andere functie in zo'n context. Een magazijn wordt niet enkel nog een magazijn voor opslag. Dat wordt een magazijn die bufferfuncties doet, die ontkoppelingen doet tussen bepaalde productiestappen. Dus we komen naar een heel andere invulling van een magazijn in een bedrijf, zeker als we kijken naar een productiebedrijf. Denk je dat, Bruno, dat het zo zal evolueren? Want jullie zitten toch in een sector waar veel retail... jullie hebben veel retailers als klanten. Kijk, en wij hebben... Kan ik mij moeilijk inbeelden dat... Kijk, iedereen heeft zijn speelveld. Ja? Wij hebben relatief weinig, laat ons zeggen... In factory, logistics en zo verder. Ik heb daar wel een verleden in, want ik heb in de industrie gewerkt en zo verder. En dat is een ander dingetje. Wij hebben in Spanje wat automotive en zo verder. En dat is een andere vorm van logistiek. Maar ik denk dat voor iedereen de spelregels hetzelfde zijn. Je hebt problemen, je hebt stromen, je hebt bewegingen. Je probeert die te beheersen en die zo economisch en slim mogelijk te laten verlopen. En je hebt daar een arsenaal van technieken. Het enige dat ik zeker weet, is dat de mensen
die er niet de aandacht voor hebben, die onwetend willen blijven, die zich niet... Vroeger hadden wij zo van die gesprekken met mensen die zeiden, wij outsourcen niet, we kunnen dat allemaal. Ja? En nu kun je met recht en reden zeggen tegen iemand, oké, vertel nu eens, wat doe je? En dan komt er toch altijd uit, dat ID Logistics, omdat wij zo daarmee bezig zijn, we hebben 24.000 mensen die alleen maar dit vak doen, dat wij wel het verschil maken en dat we verder staan dan de gemiddelde. Ik zeg dat niet, je hebt heel veel uitzonderingen, hè, maar niet iedereen kan een innovatief ecosysteem. Niet iedereen kan consultant zijn in warehousing technologie. Dus de mensen moeten openstaan voor verandering, want de trein is vertrokken. Ja? En de mensen die niet op de trein stappen, die gaan geconfronteerd worden met een achterstand waarvan ze zich gaan afvragen, what the fuck happened? Hoe is dit mogelijk? Hoe komt dat dat die concurrenten dat veel sneller, veel economischer enzovoort kunnen doen? En daar moeten ze de nodige aandacht. En soms moet je er iets meer tijd in steken of mensen vragen om er tijd in te steken, omdat je moet je data kennen en je moet weten waar dat je naartoe evolueert en je moet een visie hebben over je toekomst. Nu, Sven, is dat jullie taak? Of zouden ze eigenlijk beter naar een consultant gaan? Ja, eigenlijk is het deels onze taak. Maar natuurlijk, wij doen ook maar een stuk van de hele supply chain. Als het gaat over het magazijn gebeuren, dan merken we dat er ook heel veel... Vroeger waren het enkel voor de happy few, automatisatie. En nu zien we ook KMO's die ook merken van, ja, wij kunnen dat eigenlijk ook. Dus de drempel om naar automatisatie te gaan is lager. En in sommige gevallen moet je dan ook zorgen dat wij als Stoom die kennis in huis hebben om een basisautomatisatie aan te bieden. En waar stopt die basis? Ja, we merken nu dat die soms heel ver gaat. Maar als je echt de hele logistieke flow in kaart wil gaan brengen, ja, dan kom je vaak wel uit bij consultants zoals Erik wel zal beamen. Ja, maar ik wil daar heel kort bij aanvullen. Heel belangrijk is, en dat is hetgeen dat Bruno zegt, vandaag moet je bezig zijn met automatisatie. En als je daar niet mee bezig bent, heb je een probleem. Maar ik zou toch wel willen aanhalen, bijna 50% van al onze Vlaamse bedrijven, die hebben geen lengte, breedte, hoogte van hun product, laat staan conversiefactoren. Die weten niet wat het gewicht is van een omdoos, etc. En dat staat voor 50% van de Vlaamse bedrijven. Automatisatie is niet een paar techniekjes aan elkaar koppelen. Als je wilt automatiseren, dan moet je procesmatig gaan denken en hoe ga je de beste oplossingen vinden, verantwoorde oplossingen. En dan vraagt dat toch inderdaad dat je bepaalde analyses en studiewerk gaat doen voordat je zomaar een bepaalde richting inslaat. Dus met andere woorden, de trein is vertrokken, maar niet alle bedrijven hebben hun wagon al aan die trein gekoppeld. En we zouden nog eigenlijk uren kunnen doorgaan, maar we gaan hier afronden. Erik, Sven en Bruno, ik dank je alle drie voor jullie bijdrage aan dit debat. En ik zou zeggen, automatiseer verder. Dank je wel. Dank je wel. Zeer aangenaam. Dank je wel.